Nou, toen ik benaderd werd voor dit project, zat ik aan de keukentafel bij Danny de Munk. Omdat wij net klaar waren met onze voorstelling Jeugdherinneringen, waar we volgend jaar deel 2 van gaan doen. En hij vertelde mij dat hij de rol van Jezus ging doen in The Passion. Zo, god, wat leuk. Ik heb verleden jaar stukken ervan gezien. Ik heb het niet helemaal gezien, maar grote stukken. En wat schetst mijn verbazing, 2 minuten later gaat de telefoon. En werd ik gevraagd of ik de rol van Pilatus wilde gaan doen. Dus dat was een hele grote verrassing. Iedere rol moet je invullen en ik vind het altijd leuk om in een personage te graven en te kruipen. Dus iedere rol is welkom. Er zijn rollen die ik niet meer wil spelen. Maar dit is natuurlijk ook een hele interessante rol. Ik denk dat ik wel mensen kan veroordelen en beoordelen. En net zoals Pilatus, die eigenlijk ervan overtuigd is dat die man, Jezus, eigenlijk helemaal geen kwaad van zin is. En, maar opgefokt en opgejuimd door de menigte een beslissing neemt om hem toch te laten kruisen. Ik lig niet wakker van oh god, als dat maar lukken gaat. Ik heb even het script gelezen en ik heb behoorlijk veel tekst. Dus dat is wel iets dat ik even in mijn kop moet stampen. Maar goed, dat is ook een onderdeel van mijn vak, dus ook dat zal lukken. Ik denk altijd dat als je stukken herhaalt, dat je moet proberen om het beter en mooier te krijgen. Daar moet je van uitgaan. Of dat lukt, dat zien we. Dat horen we na 6 april.